Het is weer tijd voor een heerlijke Italiaanse specialiteit voor een eigen keuken. We maken spaghetti marinara en daarbij als bijgerecht gevulde courgettes. We hebben nodig zeevruchten, pasta saus, peterselie, knoflook en ui. Daar beginnen we mee. Even snijden, de ui in kleine snippertjes. Hetzelfde doe je met de peterselie. Als het water kookt, kan de spaghetti ondertussen in de pan. Ach, de uien waren in de aanbieding. Nog een ui. Pers een teentje knoflook en verwarm alvast de olie in een koekenpan. We gaan lekker. Dan even een uitje kort aanfluiten. Knoflook erbij. En het geheel even goed door elkaar husselen. Dat ruikt zo lekker, daar krijg je trek van. Vervolgens kunnen de zeevruchten in de pan. En ondertussen hak je eventjes nog wat peterselie, want dat moet straks eroverheen. Een garnaaltje, een mosseltje. Daar de pastasaus bij, het geheel over de spaghetti en afmaken met peterselie. Door naar het bijgerecht. Gevulde courgettes met tomaat, brood en pijnboompitten. Oven voorverwarmen. Snijd de tomaten en halveer de courgette. Haal met een lepel het vruchtvlees eruit en hak deze fijn. Snijd de korsten van het brood en verkruimel de rest. Lekker met wat kaas erbij. Fruit dan de knoflook en het vruchtvlees van de courgette kort aan. Net als de pijnboompitten, niet te lang, dan worden ze te zwart. Dan is het een kwestie van samenvoegen. Ook het brood erbij en alles wat in de pan zit, niet vergeten, ook de tomaatjes. Meng vervolgens alle ingrediënten door elkaar en vul de courgettes met het mengsel. Zet het circa 40 minuten in de oven. En zie hier het grande resultaat, een heerlijke Italiaanse spaghetti marinara met gevulde courgette. Eet smakelijk!